Ik heb 11 jaar lang in de sales gewerkt en daarmee een behoorlijke corporate ervaring achter de rug. En ik zat dan ook aan de onderhandeltafel met grote retailpartijen als Albert Heijn en Spar. En mijn ego vond dit werk fantastisch. Grote auto's, kon veel reizen, ik had een goed salaris, kon daardoor alles kopen wat ik wilde. Maar toch had ik niet volledige voldoening. Uiteindelijk is de genadeslag bij mij een burn-out geweest. En op het moment dat ik dat hoorde, voelde het alsof ik voor het eerst in mijn leven niet meer door mocht gaan. En ik ben een echte doorzetter. Ik ben iemand die zich vastbijt, iemand die niet graag opgeeft. En op dat moment dacht ik, blijkbaar is dit nodig. Blijkbaar moet ik stilgezet worden en mag ik hier wat van leren. Dus laat ik nu maar bij mezelf te raden gaan hoe het kan dat ik hier ben geëindigd. En tijdens deze periode realiseerde ik me dat ik werkte voor de droom van de ander in plaats dat ik mijn eigen droom aan het leven ben. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, ik moet gaan ondernemen. Dit is het moment. Ik moet mijn eigen droom gaan waarmaken en daar zelf voor vechten en daarvoor knallen. Want dat maakt mij gelukkig en daar word ik blij van. En daarbij kies ik ervoor om in het onbekende te stappen. Ik vertrouw erop. Ik wil dat jij op je eigen voorwaarden jouw leven kan leiden zoals jij dat wil. Onafhankelijk van anderen en gebaseerd op met wie jij het wil doorbrengen. Waar jij je leven wil leiden. Wanneer jij wil doen wat je wil doen en hoe je het wil doen. Volledig op jouw wijze. Als businesscoach doe ik dit door ondernemende vrouwen te helpen om een business te bouwen met impact, resultaat en vrijheid. Ik weet zeker dat jij succesvol kunt zijn, zolang jij gecommitteerd blijft aan je doelen, opstaat wanneer je valt en vertrouwen blijft houden. En als coach help ik jou om door die bullshit verhalen heen te prikken en je accountable te houden aan je doelen. Want die leap of faith, dat heeft mij zo ontzettend succesvol gemaakt. Het is mij gelukt om met 7 maanden ondernemen een lancering te draaien van 18.000 euro. Ik weet dus dat het kan. En als ik jou iets mee wil geven, dan is het om het gewoon te doen. Ga ervoor. Hou jezelf niet langer tegen. Maak jezelf niet klein. Laat jezelf zien en de mogelijkheden zijn eindeloos.